Dit is natuurlijk wel een evenement wat in de voorbije decennia enorm gegroeid is, maar ook qua veiligheidsorganisaties. Als je één groot evenement zou moeten noemen in Nederland of Europa, waar we juist heel erg goed voorbereid zijn om te gaan met grote mensenmassa's. En hoe ga je er ook mee om als er iets ergs gebeurt? Dat kan een aanslag zijn, maar ook een grote calamiteit. Daar zijn we al jaren op voorbereid. En voor het overige sta ik er ook heel nuchter en relaxed in. Een evenement van deze omvang, wat 200.000 tot 300.000 mensen elke dag, 7 dagen in de week komen, is natuurlijk nooit 100% te beveiligen.